De heer Wilders, PVV. Mevrouw de voorzitter, vrijdag was de persconferentie waar ook mevrouw Kaag haar woordje hield. Maar wat schetst nou mijn verbazing dat zij, nadat zij daar het woord voerde, afgelopen zaterdag, één dag na de persconferentie, met een eigen persbericht kwam. En dat persbericht is ondertekend door zowel mevrouw Kaag zelf, en daar staat bij, partijleider, minister van Financiën en vicepremier. Dus ik stel ook hier nu die vraag. En dan zegt mevrouw Kaag, mevrouw de voorzitter, dus een dag na de persconferentie zegt ze ja, maar de coalitie heeft gekozen voor 2030. Die afspraken staan. Alle coalitiepartijen zijn het eens. Het CDA mag of heeft te kennen gegeven dat ze willen heronderhandelen. Dat mogen ze doen. Maar wij houden koers. En dat is nodig ook 2030. Dat is de strekking van uw eigen persbericht. En mevrouw de voorzitter, ik vind dit zo slecht. Ik vind dit zo miserig dat een dag nadat u daar met z'n drieën om de beurt bij die persconferentie staat, dat u nog even snoeihard en zonder enige empathie nog even over de CDA heen walst. Met de verkiezingsavond 2 jaar geleden danst u op uw tafel, nu danst u op het graf van uw coalitiegenoot door nog even na te trappen de dag nadat u van hun heeft gehoord dat zij door de verkiezingsnederlaag hebben gevraagd om heronderhandelen. Mag ik u vragen, want zoveel slechtheid zie je niet snel van de vicepremier. Waarom heeft u dat de dag na de persconferentie nog even ingevreven? Wat was uw drijfveer om dat te doen? Minister van Financiën. Nou, ik wilde eigenlijk aan de voorzitter even vragen. We zeggen altijd, het gaat niet op de persoon. Ik vind karaktermoord als slechtheid, miserig, hele lelijke adjectiva. Het toont weer het niveau dat ik ken van de heer Wilders. Het zijn zijn woorden. Ik vind het trouwens heel lief van de heer Wilders, eigenlijk zou ik zeggen, heel attent, dat hij het zo opneemt voor het CDA. Het CDA redt zichzelf heel goed. Het heeft een competente fractievoorzitter die heel goed de lijn van het CDA heeft uitgevoerd. Vicepremier Hoekstra staat ook voor zijn partij. Dus ik denk dat zij de stem en deze toch wel rare manier van zaken doen niet nodig hebben. Wat belangrijker is, meneer Wilders, ik weet niet of het een persbericht was. Volgens mij was het een brief aan leden van D66... die juist ook, net zoals vele andere mensen in het land, toch verwarring hadden omdat ze een NOS-bericht zagen, een mediabericht dat sprak over een pauzeknop. Vervolgens was er de persco eerst geleid door de minister-president, die duidelijk corrigeerde wat een foutief bericht was, omdat er met ons samen is gesproken en we hebben kennis genomen en netjes verwoord wat het verzoek van het CDA is. En ik heb zelf publiekelijk gezegd, dat is het recht van elke partij, ook van het CDA. En wij nemen daar kennis van. Ik als vicepremier namens D66 neem daar kennis van. En dat is ook verwoord in de brief van onze leden. Want u zult ons niet het recht ontnemen om met onze eigen leden via eigen kanalen te communiceren. Ik lees niet uw persberichten aan uw leden, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval van onze partij dat u, dat weet ik, ik wilde dat ook even memoreren. In onze eigen partij kunt u transparant vinden wat er gecommuniceerd wordt. En het is niet anders dan wij hebben verwoord binnenkamers. Dus meneer Hoekstra of anderen vallen echt niet van hun stoel. Er is geen verschil. De inzet van D66 is binnenkamers en buitenkamers hetzelfde. We hebben gezegd, we begrijpen het. We nemen er kennis van, zonder enige verwachting te wekken. En u heeft de interventie van de heer Paternotte verder gehoord. En ik denk dat ook aansluit. En dit doen wij zowel in goede samenwerking als begrip en wederzijds begrip voor de verschillende standpunten van de partijen. Want het is geen verrassing. We hebben ook moeilijke gesprekken moeten voeren in de formatie. Dank u wel. De heer Wilders. Was het een onnavolgbaar gebrabbel van 10 minuten, met alle respect? Ja. Ja, dit is niet het begin van een antwoord. Ja, maar ik mag zelf op de inhoud zeker, maar op de inhoud niet op de persoon. Ja, maar ik mag, als ik dat gebabbel vind, mag ik dat gebabbel noemen, mevrouw de voorzitter. Ja, maar toch, u zei daarvoor ook al een aantal woorden. Ik ben nu even aan het woord. Er zijn ook een aantal woorden gezegd daarvoor. We hebben een goed debat tot nu toe op de inhoud. Laten we dat ook alsjeblieft houden. Dus niet op de persoon. Ik snap het, als ik uw partijleider aanspreek, dat u wat meer... Ja, nee, maar daar heeft het zeker wat mee te maken. Mevrouw de voorzitter, als ik D66 aanpak, gaat u altijd op tilt slaan. Ik moet ook uw partijleider mogen aanpakken. Pakken zonder dat hij mij in de reden valt. Ik mag toch zeggen, gebabbel, wat is dat verkeerd? Het is geen scheldwoord, het is een beoordeling over wat ze heeft gezegd. Het is een optelsom van een aantal dingen, maar gaat u verder. Nadat uw baas heeft gezegd dat het niet goed is, mag u dat ook. Maar goed, ik ga door, voorzitter. Nee, ik vind even het... één ding.
mevrouw Kaag is niet mijn baas. Ik ben hier als voorzitter onafhankelijk en ik probeer bij iedereen, maak ik opmerkingen als het op de persoon is en dat geldt voor iedereen. Ja, u gaat weer verder. We weten allemaal hoe u uw baantje heeft gekregen, mevrouw. Nou, ja. Kijk, dit is ook weer op de persoon. We hebben een heel mooi debat tot nu toe op de inhoud. Laten we dat alsjeblieft houden. Gaat u verder. Ja? Zeker. Het is, mevrouw de voorzitter, een reactie die mevrouw Kaag in dit bericht heeft gegeven op het gevoel wat zij heeft gehad. Ik ben ervan overtuigd en ik vraag haar om dat te bevestigen, dat de dag daarvoor en toch ook in de media het beeld is ontstaan dat het CDA u voor het blok heeft gezet en eigenlijk u zover heeft gekregen omdat u geen verkiezingen wilde om de coalitieonderhandelingen open te breken. U heeft daar kennis van genomen, dat zegt u. Nou, wat het CDA eigenlijk heeft gedaan, die zou kunnen zeggen dat doen we niet, we gaan naar de kiezer. Dat heeft u niet gedaan. U heeft alles gedaan om te voorkomen. Dat was ook de beeldvorming in de media, dat u het had verloren van het CDA. Dat CDA u als het ware had klem gezet. En daarom, mevrouw de voorzitter, is één dag erna, wat totaal onnodig was, heeft u een haatbrief naar het CDA, dat mag ik toch wel zeggen, mevrouw de voorzitter, waarin u snoeihard afrekent met het CDA, zegt nog een keer tegen uw leden dan zogenaamd dat afspraken van 2030 gewoon keihard staan en u desavueert daarmee uw eigen coalitiepartner. Het zegt iets over de verhoudingen, maar het zegt nog meer over uw karakter. Ja, God, wat moet je daar nou mee? Dat is een meneer die grossiert in haatzaaierij tegen bevolkingsgroepen, tegen moslims, tegen mensen die bicultureel zijn, tegen vrouwen. Lees de Twitter-account van de heer Wilders, zou ik zeggen, en u weet waar verbale haat een vorm krijgt. Maar, mevrouw de voorzitter, ik zeg via u aan de heer Wilders, ik denk dat elke democratisch verkozen partij die transparant is naar leden toe, het recht heeft om te communiceren naar leden wat verwachtingen zijn, daar zorgvuldig over te communiceren en ook te laten weten dat de partij A, de rust, de volwassenheid en de verantwoordelijkheid durf te nemen voor de afspraken. We hebben gezegd toen we dit coalitieakkoord ingingen, we doen het goed of we doen het niet. En zoals bij elke partij zijn er vragen. Daar heb je een congres voor, daar heb je tussentijdse gesprekken voor. Dat is heel normaal. En uiteraard voeren wij deze gesprekken binnenskamers met elkaar en buitenskamers. Net zoals je van alle andere partijen een uitleg kunt lezen of horen op Twitter of op een andere manier over hoe ze tot dit moment zijn gekomen. En dat is vol respect. En dat is ook omdat we een eigenstandige keuze maken. En eerlijk gezegd weet ik dat er een aantal partijen, de heer Wilders eigenlijk sinds het aantreden van dit kabinet, of misschien al sinds zij niet meer meedoen aan bestuursvormen zoals een coalitie of een gedoogconstructie, dus dat gaat terug tot 2012... koerst op de val van een kabinet. Wij als D66 zullen een zelfstandige weging maken, net zoals de andere partijen. En daar gaat het om. Dat is ook verantwoordelijkheid.